De Oostelijke Randweg is een oplossing voor de toenemende verkeersstroom tussen de Zelhemseweg en de snelweg A18. Het autoverkeer hoeft nu niet langer meer door de stad te rijden, maar kan rechtstreeks buitenom. Doetinchem wordt daarmee beter bereikbaar. De verkeerssituatie wordt veiliger en het weren van doorgaand verkeer vergroot de leefbaarheid in de stad. Bij de aanleg van de Oostelijke Randweg is met verschillende aspecten rekening gehouden. De weg moet binnen het landschap passen, mag geen schade toebrengen aan de omliggende natuur, dient de cultuurhistorie te respecteren en zal het belang van de direct omwonenden in de gaten moeten houden. Na de besluitvormingsprocedure met inspraakmogelijkheden en dankzij subsidie van de provincie Gelderland wordt in 2013 begonnen met het aanpassen van de ondernemingsweg. Voetgangers en fietsers worden veilig via een tunnel onder de drukke weg doorgeleid. Het voormalige fabriekspand van de S-Pro en enkele woonhuizen worden gesloopt om plaats te maken voor de randweg. Opgravingen op 3 verschillende locaties leveren 6561 vondsten op, waarvan 4202 vuurstenen en 1399 fragmenten keramiek. Op de plek waar de S-Pro stond worden de fundamenten gevonden van een gebouw en een grafheuvel uit de bronstijd. Van recentere datum zijn de Kochbunker en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. De Oostelijke Randweg doorkruist de spoorlijn Doetinchem-Winterswijk. Voor een soepele verkeersstroom gaat de weg onder de spoorlijn door. Na een grondige voorbereiding wordt binnen 1 weekend het nieuwe spoordek geplaatst. Het treinverkeer mag hier geen hinder van ondervinden. Kabels en leidingen worden verlegd. Voor de fundering worden heipalen geslagen. Dan begint het doorsnijden en verwijderen van de treinrails. Het vooraf gefabriceerde spoordek wordt met bijzondere diepladers nauwkeurig op zijn plek gereden en aan de uiteinden verankerd. Nu worden nieuwe rails gelegd en kan de trein ongehinderd doorrijden. Treinreizigers hebben er weinig last van ondervonden. Het spoordek is ook te gebruiken door fietsers en voetgangers. Voor wilde dieren kan de Oostelijke Randweg een gevaarlijke hindernis zijn. Daarom is een ecoduiker geplaatst, waar dieren doorheen kunnen om veilig aan de overkant te komen. Begin 2015 is begonnen met het asfalteren. Voor en tijdens de aanleg van de Oostelijke Randweg is er veel overleg geweest met belanghebbenden, met name de natuurorganisaties en de direct omwonenden. Om straks geluidshinder tegen te gaan zijn schermen geplaatst, die ideaal zijn voor begroeiing. Hierdoor passen de schermen goed binnen de omgeving. Verder is gekozen voor zogenoemd stil asfalt. Waar nodig zijn huizen voorzien van dubbel glas en dakisolatie. De bocht van de Varsseveldseweg naar de Zelhemseweg is verlegd en veranderd in een kruispunt. De oude weg is verwijderd. Daar is nu een park gecreëerd. Ten slotte zijn ook de fietspaden opgeknapt. Gemeente Doetinchem bedankt iedereen die betrokken was bij de realisatie van deze mooie weg.